Het verhaal van het Friese paard zoals nog niet eerder verteld. Dat is de insteek van de documentaire serie van Omroep Friesland en het Koninklijk Fries Paardenstamboek. Met de beste hengsten en de mooiste merries. En bijzondere verhalen van gepassioneerde mensen die het ras in stand houden. 100% betrouwbare vrouwen. Zo moest het zijn. Een film over paardengeschiedenis en tradities. Terugkijken, maar vooral ook vooruitkijken. Dit is Adelprach Anders. En hij is anders dan anderen omdat hij de eerste Fries is die op de wereldkampioenschappen in Kaan gelopen heeft dit jaar in de dressuur. Er zijn nog steeds meer Friezen die doordringen tot op het hoogste niveau. Waar ter wereld je ook komt, Friese paarden zijn bijzonder populair en geliefd. De documentaire probeert te ontrafelen waarom Zorro op een Fries rijdt. En waarom in China shows met 100 Friese paarden worden gegeven. En waarom thrillerschrijver Dan Brown zijn eigen stal met Friese paarden heeft. Well, first of all, they're beautiful. They're highly intelligent and very, very friendly. A very old breed. I'm very grateful to the people of the Netherlands to save the breed. Ik vind het ontzettend leuk dat er een film wordt gemaakt over het zwarte goud in Friesland. En ik doe mee. U ook.